Nou, je kent misschien de formule voor de inhoud van een bol. Als ik een bol heb met straal hoofdletter R, dan is de inhoud 4 derde pi keer die grote R tot de derde. En dat kan je natuurlijk voor waar aannemen, maar je bent een sceptische student, dus je wil zien waarom dat zo is. En we gaan nu narekenen hoe dat zit. Kijk, heb je de bol. En wat belangrijkste daarvan om te weten is dat je punten die op die rand liggen kan beschrijven door x kwadraat plus y kwadraat plus z kwadraat is r kwadraat. Dat betekent dus dat ik elk punt hierboven kan zien als liggend op een grafiek van een functie van x en y. Dus dan is de hoogte is een functie van x en y. Dan kan ik hem heel klein beetje opschrijven. Die hoogte z is dan r kwadraat min de x kwadraat en de y kwadraat. En dan moet ik nog de wortel daarvan nemen. De hoogte kan ik op die manier als functie van x en y zien. En de inhoud van die halve bol zoals hier getekend staat, is dus het volume onder de grafiek. En dat kan ik natuurlijk uitrekenen met een integraal. En dat is een integraal over een gebied. En welk gebied is dat dan? Nou, dat gebied hier, R, is een cirkelschijf. Dus mijn gebied is een schijf. En als je gebied iets met een cirkel te maken heeft, dan is het vaak goed om over te stappen op polcoördinaten met het integreren. Dus polcoördinaten, dat wil zeggen dat ik neem x is r cosinus theta en y is r sinus theta. En in plaats van coördinaten x en y zijn mijn coördinaten dus nu r en theta. En als ik die integraal ga invullen straks, ga ik dus integreren over r en theta. En ik mag niet straffeloos dx dy vervangen door dr d theta. Daar komt een extra term bij. Deze dA wordt in dit geval, dat is eigenlijk het belangrijkste gegeven uit deze video, die wordt R keer dr d theta of eventueel afhankelijk van de integratievolgorde die dr d theta andersom. Oké, we integreren over de cirkelschijf. Dat betekent dat we R tussen 0 en hoofdletter R nemen en de theta moet helemaal rond zo gezegd van 0 tot 2π. Nou, hebben we hier eigenlijk de ingrediënten staan die we nodig hebben voor het uitrekenen van die integraal. Ik wil nog één opmerking maken. Als je vaak hebt heen en weer gerekend tussen cartesische en polcoördinaten, dan weet je dat je de r uitrekent middels r kwadraat is x kwadraat plus y kwadraat. Nou, waarom noem ik dat? Omdat we hier in onze integrand min x kwadraat min y kwadraat zien staan. Dus dat is een min wat hier staat. Dus daar gaan we aan de slag met onze substitutie. Eerst de randen. Ik neem dus r van 0 tot hoofdletter r en ik neem theta van 0 tot 2π. De integrand wordt dus hoofdletter r kwadraat min kleine letter r kwadraat en daarvan de wortel. En dA vervangen we door r, dr, dat inderdaad de binnenste was, d theta. Oké. We kunnen hier nog een trucje toepassen, want zoals je ziet komt die theta niet eens voor in onze integrand. Dat betekent dat we de integraal over theta er los van kunnen zien. Je zou het kunnen zien als 1 keer deze integrand. We kunnen die 1 daarbuiten halen. Het is een product van twee functies, dus het wordt gewoon een integraal van 0 tot 2π over 1 d theta keer de integraal van 0 tot r over de wortel van hoofdletter r kwadraat min kleine letter r kwadraat r dr. En nu we moeten integreren ben ik heel blij dat die r net deze r erbij gekomen is. Want zonder die r was deze integraal een hele klus geworden. Dit is gewoon de functie 1 integreren over 0, 2π. Dus dat is gewoon 2π. Hè? Dat is een rechthoek van 2π. Zo kan je erover nadenken. Hier herken ik een substitutieregel. Hè? Er staat hier een r en ik zie hier een min r kwadraat. Al met al zou ik daar dus het liefst min 2r willen hebben. Nou, daar kunnen we wel voor zorgen. Die zetten we er even tussen. Hier een min 2r. Min 2, pardon. Een min 2. En dan moeten we wel compenseren dat we hier ergens een min een half weer schrijven. Dus ook hier heb ik een min een half ervoor. Die 2π die er al stond. Nu hebben we mooi min 2 keer r. Dat is het afgeleide van r kwadraat. En daarmee kan ik dit primitiveren door gewoon de primitieve van die wortel te nemen. Dat is
Dus r kwadraat min kleine r kwadraat tot de macht anderhalf. Die anderhalf moeten we nog compenseren met een 2/3. En de andere, de grenzen zijn van 0 tot r. Oké. Okay. Min een half keer 2pi is natuurlijk gewoon min pi. Dan heb ik hier nog een 2/3 en dan vul ik de grenzen in. Als ik hoofdletter r hier invul, krijg ik hoofdletter r kwadraat min hoofdletter r kwadraat. Dat is 0, ook na verheffen tot de macht anderhalf. Min, nu 0 invullen, dan krijg ik r kwadraat tot de macht anderhalf. Oké. Okay. Volgens mij ziet het er goed uit, hè? Dit is 2/3 pi. R kwadraat tot de macht anderhalf geeft me een r tot de derde. En bedenk, dat was het volume van de halve bol. Dus de hele bol is dit hele handeltje keer 2, is 4/3 pi r tot de derde. Dus het is echt waar.